Ik ben Remco Edelaar, vachtist van het Nederlands Philharmonisch Orkest. En wij spelen op 12 en 14 september altviolconcert van Martinu en Beethoven 5 voor u. Wat kan ik nou vertellen over een stuk als Beethoven 5? Het is het beroemdste en bekendste stuk wat wij binnen de klassieke muziek hebben. En bovendien is het misschien wel een van de belangrijkste hoeksteenwerken in onze literatuur. Je kunt echt zeggen dat er een tijd voor Beethoven en een tijd na Beethoven is. En heel veel componisten hebben zich laten inspireren door Beethoven 5. Beethoven was inderdaad vernieuwend in deze symfonie. Hij heeft een andere instrumentatie gebruikt, hij rommelde wat met toonsoorten en bovendien de vorm was echt vernieuwend. Als we bijvoorbeeld hebben over instrumentatie, dit is de eerste symfonie waarin je een contrafagot, een piccolo en drie trombones hoort. Dat deed hij om in het vierde deel extra veel lawaai te maken. En niet zomaar lawaai zoals hij het zei, maar goed lawaai om de vreugde van het vierde deel extra kracht bij te kunnen zetten. Toonsoorten. Hij begint het eerste deel in C minor. Dat is eigenlijk een treurige toonsoort. Dan zou je verwachten uit die tijd dat hij ook eindigt in een treurige toonsoort, C minor. Maar hij eindigt juist in C groot, een hele vrolijke toonsoort. Hij zei erover, na droefheid komt altijd vreugde. Net zo goed als dat de zonneschijn komt na regen. Dus waarom kan ik dat eigenlijk niet doen? En dan nog de vorm. Zonder het al te ingewikkeld te maken, rommelt hij overal wat met de vorm en doet hij nieuwe dingen. Maar het allerbelangrijkste, en dat is echt ongelooflijk knap wat hij gedaan heeft, en dat wekt eigenlijk nog steeds verbazing bij mensen van nu, de overgang tussen het derde en de vierde deel. Je hoort de pauken een ritme geven op een lage C en de violen die spelen eigenlijk de eerste drie maten van het scherzo. En ze blijven hangen en ze raken op een bepaalde manier gehypnotiseerd of ze komen in trance en ze spelen het maar en ze halen het maar en ze komen niet verder en het wordt hoger en het wordt hoger en dan opeens komt als een Fata Morgana uit de woestijn, komt opeens het vierde deel tevoorschijn. En zomaar opeens zit je in het vierde deel, wat een explosie van vreugde is. Heel erg knap gedaan. En als je daar goed naar luistert, dan zul je ook merken dat je zelf misschien ook wel in trance raakt. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de eerste twee maten van Beethoven 5. De allerberoemdste maten ooit geschreven. Boekenvol zijn hierover geschreven. Ta-da-da-da! En wat ook grappig is, wat bij eigenlijk alleen maar Beethoven 5, dus iedereen kent er wel een verhaal bij. Het ene verhaal is natuurlijk dat de 5 omgeschreven naar Romeinse cijfers een V is. En de Morsecode, veel later uitgevonden nadat Beethoven 5 zijn 5e symfonie had gecomponeerd, kort lang, is ook een V. En in de Tweede Wereldoorlog gebruikt vooral de BBC altijd bij oorlogsberichten eerst dit thema. Om mensen moed te geven van we moeten geloven in de victorie, in de overwinning. En zo is Beethoven 5 bekend komen te staan als de Vrijheidssymfonie. Beethoven had heel iets anders bij. Voor hem was het eigenlijk het noodlot klopt aan de deur. Ta-ta-ta-ta. Het noodlot misschien wel van de mensheid in zijn tijd, van alle oorlogen die elkaar maar opvolgden. Of misschien wat noodlot van hemzelf, zijn doof worden, zijn afnemen van zijn gehoor. Hij had er zelf een paar jaar eerder over gezegd, ik word doof. Maar dan wil ik nog liever dood zijn. Maar ook dat kan niet, want de mensheid moet kennis nemen van mijn muziek. Zo is Beethoven 5 een hele gekke symfonie eigenlijk. Maar er is nog iets veel vreemders aan de hand met die 5e symfonie. Voor mij althans persoonlijk. Als we gaan kijken naar de 9e symfonie, dan kent iedereen wel een melodietje ervan. En voetbalsupporters zingen het luidkeels bij een wedstrijd. De 7e symfonie, het Allegretto, is overbekend en iedereen kent het wel. Van die 5e symfonie, de bekendste symfonie van alles. Eigenlijk komen we niet verder dan de eerste vier maten. Misschien kunnen we dan nog echte kenners een heel klein stukje van het eerste deel zingen. Hoe gaat dan eigenlijk dat tweede en dat derde en dat vierde deel van deze overbekende symfonie? En misschien hebben we het wel tot onze plicht gemaakt deze symfonie veel beter te kennen dan ik ken de 5e van Beethoven. We hebben hem tenslotte zelf gezet op gouden platen die we hebben gestopt in de Voyager 1 en 2 om de ruimte in te sturen om te communiceren met aliens. En het zou toch vrij lullig zijn als we straks op aarde komen en we hebben geen idee waar die mensen het over hebben. Kom daarom naar het Concertgebouw. Niet alleen om de vrijheid te vieren dat we eindelijk weer in het Concertgebouw mogen. Dat we eindelijk weer naar klassieke muziek kunnen luisteren. Dat we eindelijk weer van kunst kunnen genieten. Kom naar het Concertgebouw om het noodlot wat ons allemaal heeft getroffen. En velen van ons misschien wel persoonlijk. Om dat nog eens te overwegen. Maar kom vooral om ons geheugen weer eens op te frissen. Hoe was het met kunst en hoe is die Beethoven 5? Hoe is die nou echt? En het leuke is, we hebben een jonge dirigente. Kidre Slekite. Zij doet anders dan andere dirigenten. Omdat zij namelijk wars is van alle conventies. Of misschien vanwege haar leeftijd kent ze niet allemaal. U krijgt te horen een opgefriste nieuwe Beethoven 5.
En wat is mooier dan dat in het Concertgebouw nog een keertje te kunnen beleven. Ik wens u ontzettend veel plezier op 12 en 14 september. En hoop u daarna nog heel vaak te kunnen ontmoeten in het Concertgebouw.